Ja, hoi mensen! Vandaag een nieuwe video. Vandaag gaan jullie naar de eerste aflevering kijken van onze nieuwe serie, genaamd Judith versus Anouk. Yay! Voordat we beginnen met deze video, moeten we even een paar dingen vertellen en duidelijk maken aan jullie, want er zijn wel een paar dingetjes. Nou, de eerste is... Het eerste is dat het in Star Stable is. Ja. Elke aflevering kan degene die verliest een straf krijgen. Dus bijvoorbeeld van Home Stable verwisselen of een paard kan. En daar hebben we echt meer ideeën voor nodig. Dus als jullie nog leuke ideeën weten, zet het even hieronder in de reacties. Voor de rest, we doen dus 7 challenges. En we hebben er al een paar opgenomen, maar we moeten gewoon nog veel meer ideeën hebben. Dus laat er even... wat leuke achter in de reacties. Misschien hebben die van jou uitgevoerd, maar misschien ook niet. En we hebben zelf ook een paar ideeën. Maar we moeten gewoon zoveel mogelijk leuke challenges hebben. En als jij de challenge hebt verzonnen en wij hem gezien hebben in de reacties, dan geef je jou een shout-out in de video. Ja, dan komt je reactie in de video. En dan mag je Insta erbij zetten of zo. Ja, nou. Het is dus altijd Judith tegen Anouk of Anouk tegen Judith. Dus vanaf nu komt er elke week een Judith versus Anouk online. Ja, hoi allemaal. Vandaag weer een nieuwe video. Vandaag gaan we echt iets super leuks doen. Toch Anouk? Yeah. Wat gaan we doen? Gaan we weglopen van die mensen? Nee. Dat gaan we niet doen. Kom terug. Leg even uit wat we gaan doen. Ik wil weten of je goed hebt opgelet. Oké, dat kan ik niet. Dus here we go. Wij doen 3 racen. En als een van ons, zeg maar, we hebben dan zeg maar een soort van steenpapier schaar, maar dan met racen. En dan als je verliest, dan moet je een dare doen. Of dan moet je een paard kopen. En dan, ik kan niet uitleggen. Dus ik zou het wel even nog... We doen 3 wedstrijden. En degene die die 3 wedstrijden wint, dus het kan zijn dat je er 2 wint of dat ik er 2 verlies, dan, ja, dan kiest Anouk voor mij een paard die ik moet gaan kopen. En zij mag ook de naam kiezen en zo. Ik heb 3500 starcoins. En hoeveel starcoins heb jij? 1300. Dus Anouk moet eigenlijk verliezen. We hebben trouwens even hierop gelet, want Anouk die is 1 level lager dan dat ik ben. Zij is level 19 namelijk. Ik ben level 20. Maar Anouk heeft dus riding 44 eigenlijk. En we vonden het niet eerlijk als ik dan wel riding 45 zou hebben. Dus ik heb daarom een rare hoed op, omdat dat de enige riding 4 is die ik heb. 3. Nu zijn Anouk en ik echt gelijk. Dus we gaan gewoon beginnen. Nee, je moet niet op dat poppetje klikken. En je moet hierop klikken. We doen deze, de windmill. Dan gaan we bij Marley die springwedstrijd doen. En dan gaan we daarna die renwedstrijd daar doen. Oké, dus laten we beginnen. Ben je zenuwachtig? Oh, ik heb zweethanden. Maar dat heb ik de hele dag al, dus nobody cares. Oh, je staat bovenaan. Je staat eerste. Ja. Oh, kak. Ik vlieg uit de bocht, maar... Hey. Hey, nu sta ik eerste. Yes. Nee, maar... Oh, ja. Everybody jump. Oké, doe ik even... Oh, shit. Er komt nu een poll boven in beeld waarvan wie jij denkt dat deze wedstrijd gaat winnen. Ik ben benieuwd wie jullie gokken. En of jullie het goed hebben voornamelijk. Want er kan van alles gebeuren. Ik sta eerst, ik sta bovenaan. Oh my god. Oké, dat ga ik nooit meer van mijn leven inhalen. Oké, jongens. Ik sta nog steeds eerste. Tenzij je ergens tegen aan knalt. Dat ga ik niet doen. Ik wil een paard kiezen die jij moet kopen. Ik heb de eerste wedstrijd gewonnen. Yes! Jij bent de man van de wedstrijd gewonnen. Heb je die video uiteindelijk al gezien? Nee. Oké, we gaan nu door naar Marley. Jij bent de man van de wedstrijd gewonnen. Als je die kent, zet het even in de reacties. Ik weet echt niet waar je het over hebt. Er komt nu weer een poll in beeld. Wie denk je dat er nu gaat winnen deze wedstrijd? Ik weet niet welke ik heb gedaan. Dus... Ja, dit is de goede. Oké. Wie denk je dat deze wedstrijd gaat winnen? Anouk! Ja, jij staat nu wel bovenaan. Maar ja, dan voor hoe lang? Faal. Maar het is wel jammer, want je ziet dan niet dat Anouk bovenaan staat. Je ziet het wow, wel. Je haalt me nu gewoon zelfs in met... Heb jij niet stiekem rijden 45, Anouk? Dus... Ah, kak, ik ben er langs. Ja! Nou jongens, we weten al wie er heeft gewonnen. Nou, dan kun je de laatste meedoen voor de eer. Nee. Zullen we 5 wedstrijden doen? Nee. Oh shit! Nee, ik heb er gemist! Ik heb er gemist, Anouk! Nee! Oh shit, wow, dit is ook wel heel erg. Oh, you have taken a dangerous fall. Ik had gewoon alles al gewonnen en dan wist ik gewoon dat ik niet een lelijk paard of zo hoefde te kopen. Oh jongens, de volgende wedstrijd is echt de beslissende wedstrijd. We moeten naar de andere kant. Ik dacht ook dat we XP konden ophalen. Oh jongens, voelen jullie de spanning? Ik vind het heel eng. Ik heb zweethanden, maar dat heb ik de hele dag. Oké, wie denken jullie dat de volgende wedstrijd gaat winnen? Wie denken jullie daarbij dat dus de echte winnaar gaat worden en wie dus een paard moet gaan kopen?
dus uit mag gaan kiezen voor de ander. Ik ben heel erg benieuwd wie jullie denken. Ik denk dat stiekem dat jullie Anouk gaan kiezen. Anouk. Ja, dat was echt heel slecht. Want ik had gewoon al kunnen winnen, jongens. Ja, En dat is dus niet gebeurd. Weet je, problemen lossen zichzelf op, hè? Problemen lossen zich vanzelf op. Oh, kak, dat betekent dat jij nu gaat winnen. Nee. Ik sta vast. Dan doe ik hem wel. Wat spannend, Anouk. Ik ben wel heel goed in deze wedstrijd. En dat weet Anouk. Ja, maar alsnog sta ik vooraan. Ja, inderdaad. What the fuck. Oh my god. Ik heb zweethanden. Ik heb zo'n stress. Nee, jongens. Nee. Anouk zit nog steeds bovenaan. En dit Mijn is paard zo'n is korte überhaupt wedstrijd. Langzaam. Er zijn gewoon geen shortcuts voor deze. Waar ben jij nu dan? Bocht. Nee, je hebt gewonnen. Nee, Anouk moet een paard voor mij gaan uitkiezen. Nee, en ik weet ook al welke ze gaat kiezen. Nee. Kom maar mee. Oh, sorry, maar iemand zegt dat zij mij kent of zo. En dat ik haar ook ken, maar ik weet helemaal niet wie ze is. Over Horse Event gesproken, voor de mensen die nog niet weten. Anouk en ik zijn allebei op zaterdag op Horse Event en dan lopen we gewoon rond. En dan geven we nog even door waar we staan op een bepaalde tijd of zo. Zitten we in de video? Nee. Oké, okay, waar gaan we naartoe? Waar wil je naartoe? Ja. Does that feel good? Ah. Oh, wacht, we kunnen beter zo gaan rijden. En toen viel ik van... Je kunt helemaal niet zo, wel? Ja, wel. Wow, ik wist helemaal niet dat dat kon. Dit is echt een hele nieuwe weg voor mij. Ik heb deze weg nog nooit gezien. Nog nooit? Nee. You. Hoe lang speel je Stars? Ik denk dat ik weet welk paard, maar ik weet het dus niet zeker. Weer eet hij de vloer, net zoals in de vorige video. Weet je hoe lekker dat is, Jut? Hij is gewoon zandhappen. En toen stond ik vast. Anouk heeft trouwens ook haar camera aanstaan. Ik ben benieuwd of dat is gelukt. Wist je dat je oren zweten? Nee. Je oor zweet. Zet maar erin. Ik weet niet hoe, maar ik had het super warm. En toen dacht ik, oké, ik doe mijn oortje maar eens uit. Ja, nee, echt. Nu, als ik hem nu ook uithaal, dan voel ik nu allemaal nat en zo. Godverdamme. Maar weet je hoe vies dat is? Ik zei dat tegen papa, haalde hem er ook uit. Hij zei, ja, het is echt vochtig. Godverdamme. Wat is trouwens je carrying? 24? My carrying? 22. En je comment? Mijn comment is 38. Ah, dat van mij is 36. Dus die van mij reageerde daardoor minder snel. Oké, nou dan weten we dat. En jumping? 24. Oh, die van mij is 26. Oké, en nu... Allemaal. En nu je paard. Strength is bij mij 24. 28. Discipline bij mij 23. 22. Bij swiftness is 23. 28. Wacht. Nee, ik heb gewoon met een vet sloom zadel gereden. Oh, wat dom. Maar weet je wat nog stommer is, Anouk? Je hebt geen dekje. Nee, gisteren heb ik een champ gereden met dit zadel. Daarom was ik dus laatste geworden. Pick a Rove. Oh, jongens, laat even weten in de reacties hoe je bij elkaar in de homestable kan komen. Want dan gaan we dat doen. Laat ook even weten in de reacties wat we met papa moeten gaan opnemen. Want ja, weet ik eigenlijk ook niet. Volgens mij gaan we nu de goede kant niet op. Niet deze kant. Jawel. Ja, verkeerde kant. Nee, we gaan de verkeerde kant op. Oh, oké. Kijken we naar de bordjes. Ja, we moeten inderdaad. We hadden gewoon meteen naar de bordjes dorp moeten kijken. Ja, jongens, ik moet dit paard kopen. En als jullie me langer volgen, dan weten jullie dat ik dit het lelijkste paard vind. Oké. Hoe gaan we hem noemen? Carrot Berry. Oh. Hoe? Shark Cry. Nee, dat is niet mooi. Shark Horse. Paard. Nee. Hi, paard. Shark Lady. Shark. Baby Shark. Kan dat? Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Mama Shark. Mama Shark. Daddy Shark. Nee! Je kunt niet Baby Shark doen. Echt waar, we zijn echt al 10 minuten alleen maar bezig met een naam kiezen. Ninja Strawberry. Ninja Strawberry? Ja. Ik kan hem zo noemen? Ja. Zeker weten? Ja, omdat hij ook rood is. Hij is helemaal niet rood. Jawel, hij is rood. Hij is zo lelijk dat hij rood wordt. Hij is wel lelijk. Sorry voor iedereen die hem heel mooi vindt, maar het is gewoon onze mening. We vinden hem allebei gewoon niet mooi. Oké. Okay. Ja, gekocht. Oké, we zijn bij mijn homestable. We zijn nog niet in mijn homestable. Ik zie hem niet. Of staat hij dan wel in mijn stal? Ha, grapje, ik heb hem niet gekocht. Ik ben boos, hè? Als dat niet is. Nee, is niet echt. Waar staat hij? Oh, ik heb hem gevonden.
Maar ja, bij Zuiderhoef, ik ben eruit. Waar ben jij? Oh, daar! Oh, wow. Ja, jij kent ik vind wel dat hij zijn been omhoog doet. Ja, even ik heb helemaal nog niet zo'n nieuw Andalusisch paard. Oh, jongens, echt waar. Ik wil niet dit paard. Ik weet al waardoor het komt, Jut. De ogen. De ogen zijn zo lelijk. Ja, het lijkt net als dat hij met zijn ogen zo omhoog rolt. Zo van het oogwit. Fuck you. Nee. Oké, nou jongens. Dit was de video. Ik hoop dat jullie dit een leuk concept vonden. Laat het weten in de reacties of we dit vaker moeten doen. En ik hoop te zien bij de volgende video. Dag!